ik gisteren de hele dag heb gereisd, is ben ik eindelijk aangekomen in Bangkok. Bangkok is een stad van, wat ik begreep van mijn taxichauffeur, van meer dan 8 miljoen mensen. En ik ga de komende dagen de stad een beetje verkennen. Ik ga dat doen met andere backpackers die ik weer tegenkom in het hostel. It's really nice. Looks beautiful. Overal hier in de straat vinden dus nu rituele plaatsen. Overal zijn kleine spotjes gemaakt zoals hier. En mensen zijn daar aan het bidden of iets. Ik weet niet precies wat het is. Handel en ook heel veel eten. Heel veel lekker gevarieerde straten. Fantastisch festival. Oké, er is hier dus een menselijke toren. Zijn ze nu aan het maken. Is gonna stand up as well, eh? Ik heb mijn oma's poppetjespan gevonden, maar zij maken er dus mini-eitjes van. Kijk hier. Wow. En hier is de pan. Op de grond ligt dus overal poppetjespan. En mensen hier zitten te duwen omdat ze gewoon even vast zitten. Het is een beetje krap. Want iedereen wil met dit ding mee. Oké, dus in de film De Vies gaat Leonardo DiCaprio gaat in de eerste avonden naar Kozenbrood. En om even te kijken van hoe dat er ongeveer uitziet, zijn wij er ook. Want dit is schijnbaar de backpackerstraat van Bangkok. In deze straat willen ze alles aan je aanbieden. Aan de ene kant pingpongshow, taxis, hotelovernachtingen, echt alles. So what's the story? It's gross, you gotta eat it. Do you want me to make a big drama or what? No drama. Hey ho, here we go. Okay, big drama. Why does it taste like cardboard? Drama! Oh no! It tastes like cardboard. It tastes like salt. You're boring! You're boring! I'm sorry, I can't make it better. It is how it is. Look, you two. Where's the music? Music! Boom, 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 boom. Je moet altijd onderhandelen. Hij begon met 2,50 en nu zitten we hier voor 160. Wordt naar huis gebracht. In een tuk-tuk. Laat even een kort houden hieronder, door een duimpje op. En ik zie je de volgende keer.